Je merkt het wel aan me, ik ben heel hyperactief. Dat komt omdat ik een beetje zenuwachtig ben. Een hele goede morgen. Today is the day. De race tegen de... Het is nog vroeg. Kom je aan mijn hoofd zien, ik ben net mijn bed uitgerold. Ik ga eerst ontbijten, first things first, want dan hoop ik dat ik naar de wc kan. En het is echt kut als ik straks in de trein zit of daar begin aan mijn runnen en ik moet ineens naar de wc. Dus first things first, een enorme bak Krusli. En ik hoop dat ik daar goed op ren. Ik ga sowieso een broodje maken voor onderweg, want waarschijnlijk dat ik voor mijn race zelf ook nog wat eet. Hoi. Nogmaals een hele goede morgen. Ik ben onderweg naar het station. Zoals je ziet heb ik een hele kleurrijke outfit aan. Het ziet er niet uit. Maar ja, ik moet dit Subway shirt aan. En ik heb alleen deze roze compressiekousen. En die nieuwe schoenen die zijn knalgeel. Misschien niet heel verstandig om nieuwe schoenen aan te doen. Maar ik heb hier ook nog mijn andere hardloopschoenen bij me. Mocht ik denken, nee, het gaat toch niet lukken. Maar je hebt van die schoenen die gewoon al vanaf moment 1 goed zitten. En ik heb het idee dat dit soort schoenen altijd wel goed zitten. Van die hele lekkere, zachte, comfortabele loopschoenen. En ik ben gewoon heel benieuwd hoe ze lopen. Omdat deze nog steviger zijn dan mijn andere schoenen. En dat is natuurlijk perfect voor mijn blessure. Dus vandaar dat ik besloten heb ze aan te doen. Maar ja, mocht ik aankomen. Ik moet nog best wel wat lopen. Mocht ik aankomen en zoiets hebben van mijn voet doet al een beetje pijn. Dan doe ik ze uit en dan doe ik mijn oude schoenen aan. Over 10 minuten gaat mijn trein. Er staat een lange reis op me te wachten. Helemaal naar Tilburg. Maar ik heb er zin in. By the way, ik ben net echt tot 3 keer aan toe een spinnenweb doorgelopen. Gewoon echt een spinnenweb met spin erin. Dus het zou me niet verbazen als ik nu ergens in mijn haar een spin heb zitten. Oeh, zo vies. In Spanje zijn er bijna geen spinnen. En hier echt overal. Je ziet ze ook gewoon niet. Dat je een straatje doorloopt en dat je ineens woep zo'n web in je gezicht krijgt. Nou ja, je merkt het wel aan me. Ik ben heel hyperactief. Dat komt omdat ik een beetje zenuwachtig ben. Maar ik heb er ook heel veel zin in. Oké, ik ga snel door, anders kom ik te laat voor mijn trein. Tot zo! Hi guys, daar ben ik weer. Ik heb jullie heel lang niet gesproken en dat komt omdat ik heen en weer aan het rennen was. Ik moest gewoon stapverwijs regelen voor wat deelnemers. Het is allemaal gelukt. Inmiddels sta ik hier in de Subway. De groep is al bijna compleet. Hallo! Hoi! Meiden! Hi! We gaan over 40 minuten van start. 35 minuten, ik heb er heel veel zin in. We staan nu in het startvak. Het gaat dan zo toch echt gebeuren. Het is heel gek jongens, want het is één groot startvak. Het geeft alleen door middel van de pacer zeg maar aan waar je sneller of langzamer moet. Maar voor de rest blijft het een verrassing. Leuk, voor het eerst 10 miles in een nieuwe stad. We gaan beginnen! Hallo guys, daar ben ik weer en het ging echt zo verschrikkelijk goed. Ik had verwacht dat mijn blessure pijn zou doen, maar uiteindelijk helemaal geen last meer van gehad. En het ging gewoon heel goed. En ik ben echt heel blij, had ik niet verwacht. Het was wel heel naar dat ik al tijdens de start lasse. En normaal gesproken trek dat wel weg, maar ik heb gewoon echt 16 kilometer lang hele hoge nood gehad. Er waren ook geen dicties onderweg, dat was het enige minpuntje. Maar voor de rest, een hele leuke run. Lijkt een beetje op het Amsterdam. Dus ik kan hem zeker aanraden. En heel blij. Nu ga ik lekker Subway broodje halen. En dan terug naar Permanent. Komkommer, tomaat. Ja. En dat is goed zo. Ja. Ik heb weer een lekker broodje kalkoenfilet met allemaal groenten en avocado besteld. Blijft het gezondste. En wat mij betreft, het lekkerste broodje. Hey lieve mensen, ik ben eindelijk thuis. Sorry, ik heb vandaag een soort vlog, dip, dagje. Want het is gewoon allemaal zo vermoeiend, maar het was zo leuk, echt. En ik zat ook lekker in de trein op de terugweg, gewoon weg te dromen. Ik ben nu thuis en ik heb net lekker even gedoucht en ik ga nu mijn beloning eten. Nou ben ik heel benieuwd welke jullie zouden kiezen. Milka Oreo of Milka Triolade? Ah, ik kan niet kiezen.
Wow, goed ziet het eruit, serieus. Misschien eet ik dit wel helemaal op. Waarom ook niet? Dit verhaal wat je hier zag, dat heeft mijn WhatsApp dus uit zichzelf gedekt. En dat komt omdat mijn scherm helemaal kapot is. Tadaa, ik heb me weer een beetje opgefrist hier en daar. Outfitje aan. En daar is de Marbella girl. Jut. We gaan nu naar Daisy toe. En wie komt er allemaal? Iedereen. Iedereen van mijn vriendinnengroepje is er. Dat klonk schattig. Lieve mensen, ik ben alweer thuis. Ik heb helemaal niet gevlogd bij die meiden. Maar het was echt heel gezellig. En we hebben zoveel gekletst en gekwebbeld. En ik had gewoon geen zin om de vlogcamera erbij te pakken. Nou ja, dat gebeurt ook wel eens. Het is inmiddels al 1:15. Ik heb net mijn video geëdit. Hij is nu aan het processeren. Procesando. Bueno. Dan de thumbnail maken. En ik ben even een beetje alles aan het opruimen. Want mama en papa komen dus morgen al thuis. En ik had beloofd het huis netjes te hebben. Mijn kamer is echt een enorme troep. Maar ja, dat komt morgenavond dan wel. Ze komen morgenmiddag thuis. En ik heb 's ochtends en 's middags nog allemaal dingen gepland staan. Ik ga wat eten. Ja, ik ben echt al mijn oude vriendinnen en zo. Die ben ik weer aan het zien. Superleuk. Komt ook echt een beetje oprecht door die video van geen vrienden. Omdat ik weer echt zoiets had van ik moet iedereen gewoon zien. En ik heb het helemaal vol gepland. Maar het is hartstikke leuk. En ook echt oprecht heel gezellig. Dus daar ben ik heel blij om. Het wordt wel druk dus. Weinig uurtjes slaap. Ik heb het juist nodig naar de training. Maar misschien dat ik... ja, morgenavond kan ik waarschijnlijk lekker vroeg naar bed. Ik denk dat ik jullie ook alweer gedag ga zeggen. Dus het was een kort vlogje vandaag. Maar ik had gewoon niet zoveel zin om te vloggen. Ik ben heel blij met hoe de race ging. Heb ik het al verteld op de camera. Uiteindelijk in 1 uur en 25 minuten gerend. Met een gemiddeld pace van 5 minuten en 21 seconden per kilometer. Heel blij mee. Echt serieus. Dat is een behoorlijk rap tempo voor zo'n afstand. Voor mij dan op dit moment. En dat zonder pijn. Dus ik ben echt over. Overwinning. Bij die meiden hebben ook lekker weer tappershapjes gegeten en een wijntje gedronken. Ik heb net nog even een broodje gemaakt. Ongezond gegeten vandaag. Alleen maar brood en dingen. Maar ja, morgen weer een nieuwe dag. Morgen maandag. En dan ga ik alweer bijna naar huis. Dinsdagavond. Welterusten.